ik werkte bij een grote organisatie, eigenlijk al best wel lang. Op zich had ik het daar nog steeds hartstikke goed naar mijn zin. Leuk werk en ja, gewoon prima omgeving. Alleen ja, het nadeel daarvan is dat heel veel dingen ook wel soms wat bureaucratisch zijn. Dus ja, als je iets een idee hebt of je wil iets geregeld hebben, ja, dan duurt het soms best wel lang voordat dat dan uiteindelijk doorgevoerd wordt. Nou, toen kwam ik in gesprek met Stef en Dick Jan. En ja, dat was zo'n leuk gesprek dat ik wel dacht van, ja, daar wil ik wel graag bij horen. Ik heb die sprong in diepe gewaagd om van mijn oude baan naar Oostkracht 10 te gaan. En ja, ik heb daar nog geen minuut spijt van gehad. En ja, ik zou het ook echt andere collega's bij andere organisaties van harte kunnen aanraden om die sprong in de diepe te wagen. Ja, je krijgt er gewoon superleuke baan bij Oostkracht 10 en superleuke collega's voor terug en heel veel energie. Ja, waar ik hier nou echt blij van word bij Oostkracht 10 is ja, vooral de ruimte die je krijgt om ja, dingen uit te proberen waar je eigen interesses liggen. Ik heb een studie psychologie gedaan. Nou, daar mag ik nu op het gebied van HRM wat dingen mee gaan oppakken. Ja, dat vind ik echt superleuk. Ja, en ook dat je dat gewoon dat vertrouwen krijgt en die ruimte krijgt om dat te doen. Ja, en daarnaast gewoon de fijne collegiale sfeer. Dat is gewoon denk ik wel echt uniek aan Oostkracht 10.